welkom bij een nieuwe editie van Boeken op Woensdag. Beste kijker, toeschouwer, u bent er nog steeds niet live, maar u bent vandaag even welkom. Naast mij zit deze keer Peter Terin. Hij heeft zo pas een van de toch wel opmerkelijkste boeken afgeleverd van dit nog prille voorjaar. Al het blauw is de titel en Al het blauw gaat over een oplaaiende romance tussen een weifelende twintiger en een oudere Italiaanse barvrouw die gevangen zit in een gewelddadig huwelijk. Een beetje de kern van het verhaal natuurlijk, Peter. Het gaat over veel meer. Het is een heel atmosferische roman, ook wel suspenserijk op een of andere manier, hoewel dat niet misschien de essentie is. Maar de schrijver neemt ons ook mee naar de jaren 80, de grauwe jaren 80 af en toe, en zijn eigen grillige zoektocht naar de plek waar hij thuis hoort. Al het blauw, met een zwarte cover eigenlijk, iemand in een zwembad, met een foto van André Kertész. Daar gaan we ook nog wel even over praten, over fotografie natuurlijk. Want Peter Terin is tegenwoordig ook veel bezig met foto's maken. Dat kunt u volgen op zijn Instagram-pagina. Peter Terin heeft zich de laatste jaren op kouste voeten eigenlijk. Hij is niet de meest luidruchtige schrijver van ons taalgebied, maar heeft zich op kouste voeten ontplooit eigenlijk tot een van onze belangrijkste auteurs. U kent ook boeken als Monte Carlo, Yucca, Patricia, dat ik hier ook bij heb verschenen net voor Al het blauw, een jaar of twee geleden. 2018. Ja. Een heel mooi vrouwenportret was. En ook in Al het blauw zit een heel mooi portret eigenlijk van die Carla. Peter, ik wil beginnen met de volgende vaststelling die je zelf maakte in een interview rond dit boek. Want je zei van ja, ik laat toch meer en meer lucht binnen in mijn boeken. Licht en lucht wat binnen in mijn boeken. Het is allemaal niet meer zo grauw of deprimerend, of zou je kunnen zeggen, dan in andere boeken. Dat klopt inderdaad, maar om nu te zeggen dat het een echt vrolijk boek is, dat mogen we ook niet zeggen van Al het blauw. Ik denk dat in het boek dat ik geprobeerd heb om een mooi contrast te vormen, te geven, te schetsen tussen de wereld in die late jaren 80, waarin Carla en Simon leven. Mm-hmm. En de lichtheid van hun romance, van die momenten die ze, die spaarzame momenten die ze samen kunnen beleven. En daar zit letterlijk het licht in. Mm-hmm. Namelijk, ze komen meestal 's avonds na sluitingstijd samen in het gemeentelijk zwembad, waar die blauwe gloed van het water heerst. Mm-hmm. En bij hen de indruk versterkt dat zij weg van de wereld zijn. Dat ze daar helemaal alleen zijn en dat alle druk van buitenaf van hun leven, mm-hmm. de ene die probeert te ontsnappen, zoals je vertelt, aan een gewelddadig huwelijk en aan een moeilijk verleden. En de ander, Simon, de jonge man, die eigenlijk op dat moment probeert te ontsnappen aan, of de toekomst wil vergeten, want hij staat voor enkele belangrijke beslissingen op die leeftijd. Hij stopt met zijn studies. En hij beseft dat hij moet beslissingen nemen. En op die momenten, in dat licht, valt alles weg. Mm-hmm. En daar zijn ze zonder zorgen, eigenlijk. Ja. Het blauw is natuurlijk, de titel zegt het al, een leidmotief. Maar het staat ook wel inderdaad een beetje voor die vrijheid, die schoonheid ook wel, maar tegelijk toch ook dat mysterieuze van die zwembadatmosfeer die erin zit. Wel, dat blauw, Carla is van Italiaanse afkomst. Ja. En ze is nog nooit in Italië geweest. Ze is geboren hier in het land van het verhaal. En ze droomt ervan om een ander leven te leiden, waar ze dus overdag in een zomerjurkje naar het strand kan gaan, mm-hmm. en in het diep blauwe, azuurblauwe water. Zoals het café dat ze genoemd heeft, om daarin te kunnen gaan zwemmen. Dus dat blauw staat inderdaad wel synoniem voor een verlangen en misschien een onmogelijk verlangen. Mm-hmm.
Wat had je eerst als kern van je verhaal eigenlijk? Eerst die romance of was het eerst die atmosfeer van die jaren 80 die zo wat kwam? Eerst die romance was er. Ik heb een jaar of 5 geleden op verzoek een toneelstuk geschreven. Ja. En dat heette Aqua Azzurra. En de kern, zeg maar, van dat toneelstuk was die romance tussen Simon en Carla. Maar het had een totaal andere benadering. En natuurlijk veel beperkter, omdat het over een toneelstuk gaat. En ik voelde dat ik niet klaar was met die thematiek. En dan vooral eigenlijk de benadering vanuit de jonge man, vanuit Simon. Ja. Terwijl het toneelstuk meer vanuit de benadering van Carla was. Wist ik dat daar nog heel veel open lag en dat ik daar nog niet mee klaar was. Maar hoe ik het verhaal precies zou vertellen, dat is pas gebleken toen ik de ingang vond van de roman. Je bent altijd op zoek, zelfs al weet je een beetje wat je gaat vertellen, naar de ingang. Mm-hmm. Hoe raak ik hier zelf als schrijver eigenlijk binnen? En die ingang is er eigenlijk via de fotografie gekomen, omdat ik zelf heel veel ook rondwandel op bedrijventerreinen, industrieterreinen, wat verlaten gebieden, straatjes waar niet veel mensen komen. Ja. En op een bepaald moment zag ik dat beeld, het openingsbeeld van het boek, waar je, net zoals als de jongen die dat toevallig aanschouwt, iemand ziet liggen op een verlaten parkeerterrein, maar zo ver weg dat je niet kunt bepalen, is dit een man of een vrouw en wat is hier aan de hand? Ja. Maar zo vreemd dat je bijna denkt dat je, je denkt begluurd wordt door iemand, dat het een soort opgezet spel is. Maar fijn, dus ik zag dat beeld en ik wist, net als die jongen, eigenlijk niet wie het was die daar lag. Mm-hmm. En dan wist ik onmiddellijk van, oké, goed, vanuit hieruit moet ik vertrekken. En we gaan nu samen ontdekken wie daar ligt en wat er gebeurd is. Ja, dus dat is inderdaad op de eerste pagina's vraagt de lezer zich ook eigenlijk af, is daar een misdaad in het spel? Het gebeurt wel vaker dat u personages opvoert die ook onder druk staan en toch ook wel speelt met die elementen van suspense eigenlijk. Hè. Ik ben daar niet vies van. Vies van, ja, want in het Nederlands of misschien in het Vlaams, in de Vlaamse literatuur is plot soms een beetje een vies woord. Dat zou niet samen kunnen gaan met literatuur. Mm-hmm. Terwijl dat in Angelsaksische literatuur de normaalste zaak van de wereld is, dat een literair boek heeft een plot. Ik zou nu niet zeggen dat Al het Blauw een heel erg plot-driven novel is. Nee. Helemaal niet. Ik hou wel van een sterke intrigue. En die intrigue is niet alleen de opening van het boek, maar ook de taal en de sfeer die je oproept, die kan intrigerend zijn en de lezer doen verder lezen. Ja, het valt ook op dat u die atmosfeer creëert door dat decor ook van een, het een beetje verkavelingsVlaanderen, mogen we wel zeggen ook, maar u zei het daarnet ook al, die bedrijventerreinen, die terreinvagen, zoals het in het Frans zo mooi heet, abstracte steenwegen ook zo'n beetje. Ja, dat geeft geen al te vrolijk indruk wel van die omgeving. Maar tegelijkertijd is het ook wel, het is ook wel heel intrigerend. Dus, ja, het is een beetje dubbel, vind ik. Als we daar nu op terugkijken, als we nu naar zo'n... Ze bestaan nog altijd. Ze bestaan nog altijd, inderdaad. En dat zijn natuurlijk niet de vrolijkste plaatsen. Nee. Maar als je opgroeit in de provincie, zoals ze in Nederland zeggen, het platteland en de dichtstbijzijnde provinciestadje, is ook niet heel groot, dan vormen die steenwegen, die staan synoniem voor vertier eigenlijk. Mm-hmm. Daar kun je in het midden van de nacht nog ergens gaan eten of kun je gaan dansen. En vrolijke plekken zijn er niet. Die dansingcultuur en zo, die is nu wel... Die was al aan het aftakelen, maar die is nu helemaal eigenlijk... Wel, ik volg het niet op de voet, maar ik die atmosfeer van rondscheuren met auto. Ja, dat is echt een periode geweest, hè? Die dansings langs die steenwegen. Dat was echt een... iedereen ging daar toen... ik denk jaren 80, begin jaren 90 nog, ging daar naartoe. Dus dat was een deel van de jongerencultuur ook.
En het is ook, het is een heel boeiende plek natuurlijk, omdat er zoveel dingen samenkomen op zo'n plaats. Nou ja, de centrale plek van uw boek is niet zozeer die dancing, die komen te sprake natuurlijk, we komen er later nog even op terug. Maar wel die, dat zwembadcafé, Azura, dat eigenlijk waar een beetje iedereen aanspoelt, waar heel uiteenlopende creaturen aanspoelen. En ook bevreemdend door die nabijheid van dat water natuurlijk. Ja. Dus daar speel je wel mee eigenlijk. Het is ook, Simon blijft daar ook wel een beetje hangen bij die Carla. En dan wordt dat zwembad ook zo wel een mooie plek om naar verlangen in te stoppen. Het wekt een verlangen op, inderdaad. En dat café is inderdaad een vreemde plek. Want in Nederland bijvoorbeeld bestaat het niet. Een café dat als volwaardig café bestaat naast aan het aanpalende zwembad. Dus het is een rare plek waar mensen komen die... die een beetje verloren lopen, denk ik dan. Ik herinner mij, in mijn tijd had je bepaalde jongerencafés en dat was gericht op een wel bepaald publiek. Hey, als je naar daar hing, dan wist je welk soort muziek er zou spelen, New Wave. Dan had je meer het lichte genre, had je een andere café. Zo'n zwembadcafé, daar kwam iedereen. En het was heel... Het was wat... Maar was dat effectief zo lang open? Meestal gaan dat soort cafés toch wel vroeger dicht zo. Ik heb een interview gehad in zo'n cafetaria. En ik vroeg de uitbater die speciaal geopend had, dat mocht natuurlijk niet in corona, maar... En ik vroeg het hem, ik dacht van, zou dat nog bestaan? En die man had gewoon zijn café en was onafhankelijk van de gemeente of van het zwembad. Ja, en die mocht dus openhouden tot wanneer hij beliefde. Ja. Dus dat bestaat nog. Met zicht op het water. Ja dat is wel een aquariumsfeertje ook. Maar goed, je schrijft ook van dat daar heel veel toevallig, dat alles daar een beetje drijft op die toevallige ontmoetingen. Dat zit daar ook wel in natuurlijk. Hè. Er komen best veel naast Simon en Carla. Toch best veel nevenpersonages ook voor in Al het Blauw, valt mij op. Ja, het zijn inderdaad allemaal personages die... Kijk, hij zit in een hele moeilijke periode, Simon. Hij weet zelf niet goed wat hij eigenlijk van het leven wil, wie hij moet worden, op welke manier. Het is hem allemaal zeer onduidelijk. En wat ook meespeelt, is dat hij moeilijk weet wat hij voor de ander betekent. Iedereen die hem, vrienden of zijn ouders of nog andere mensen van vroeger die hij kent, allemaal zien zij iets in hem. En hij is daar ook op een bepaald moment wel benieuwd naar. Wie hij is in de ogen van de ander. En gaat zelfs voor een groot stuk mee in dat leven. Tot hij in het boek op een punt komt waarin eigenlijk iedereen iets van hem verlangt. Of iedereen iets van hem opeist. Het kan op zich niet zo goed om met die verwachtingen. Nee. En daarom ook dat cafetaria, dat café, dat is ook een plek waar eigenlijk niets van jou verwacht wordt. Je sluit je niet aan bij een clubje en dan gedraag je je zo of dan kleed je je zo. Nee, het is een heel neutrale plek. En hij houdt daarvan. Hij houdt van die... In het boek noemt hij het onverschilligheid. Die hem omarmt als een bondgenoot. Het klinkt vreemd. Onverschilligheid klinkt negatief, maar dat kan ook iets zijn waar je naar verlangt. Ja. Wanneer er te veel van je geëist wordt. Is het ook zo dat Carla en Simon elkaar vinden eigenlijk? Enfin, er is natuurlijk die fysieke aantrekkingskracht. Hè. Er zit best veel erotiek ook in dit boek, waarin je dat wel goed laat voelen. Maar toch ook wel allebei, allebei willen ze uitbreken. Het zijn eigenlijk, ze broeden toch allebei op vluchtroutes, al weten ze niet goed hoe. Hè. Bij Carla is er dan nog dat gewelddadige huwelijk waar ze eigenlijk in zit met die John, die daar eigenlijk als een... slagschaduw overhangt, die toch af en toe zijn klauwen uitsteekt om het zacht uit te drukken. Ja. Nee, ze hebben... Carla is ook niet iemand en Simon ook niet. Ze hebben geen concrete plannen.
Maar ze voelen dat als het mogelijk zou zijn, dat het misschien met elkaar zal zijn. En hun liefde is heel... ik heb dat geprobeerd om in het boek zo genuanceerd en zo intiem mogelijk eigenlijk die liefde te beschrijven. Ja, het is een, het is een liefde die niet hoort en die heel mooi is en die heel puur en ook fysiek is. De liefde zegt ja, maar de hele wereld zegt nee. Dit kan niet. En dat maakt dat die liefde heel fragiel is. Dat dat heel breekbaar is. En dat gevoel, zelfs op de momenten dat de liefde echt overheerst, blijft aanwezig. Mm-hmm. Dat ze op een of andere manier allebei beseffen dat dit eindig zou kunnen zijn. Dat dit toch tijdelijk is. We zullen niet verklappen hoe het verder gaat. Maar je kunt niet omheen dat ze toch wel een flinke worsteling staan te wachten eigenlijk. Zowel voor Carla als voor Simon, die beslissingen. En er is nog iets in het boek inderdaad dat een bijkomende rol speelt, maar ze worden gedwongen om beslissingen te nemen. Ze kunnen zich niet meer verstoppen. Ze kunnen niet meer alleen in dat blauw licht zich gaan verschuilen. De wereld haalt hen in. En ze moeten kleur bekennen. Tegelijkertijd zie je bij Simon toch ook die belangstelling voor andere vrouwen eigenlijk. Dus toch zeker voordat hij met die Kalle, maar ook toch wel... en er is ook een belangrijke mannenvriendschap gelijk. Dit boek gaat tegelijk toch ook wel over mannenvriendschap. Er is ook die 10 jaar oudere Pieter die hem introduceert in de wereld van de fotografie en de kunst. Simon is een jongen uit een arbeidersgezin, daar gaan we meteen op terugkomen. Dus dat aspect zit er ook in. Het is niet enkel die... Nee, het komt van... En ook daar zie je eigenlijk dat tastende, dat onzekere van Simon. Ja, hij is heel onzeker. Hij is heel onzeker. En ik denk dat het iets heel eigen is aan die leeftijd. Mm-hmm. Aan 18, 19, 20 jaar. Alles ligt eigenlijk nog open. En er komen dingen op zijn pad die hij, waar hij verwonderd over is. Bijvoorbeeld over die mannenvriendschap. Hij vindt het geweldig dat hij mee kan met de dorpsfotograaf die hem meeneemt naar Normandië om een portret te maken. Mm-hmm. Hij ziet daar helemaal geen... Ja, geen graten. Geen graten in. Hij vindt het geweldig om samen nog even naar een tentoonstelling te kunnen gaan in Parijs van Robert Mapplethorpe. Wat natuurlijk iedereen die weet wie hij is, weet dat een heel expliciete homoerotische fotograaf was. Waarin je al een klein beetje zou kunnen voelen van wat er aan de hand is. Maar het blijft allemaal zo sluimeren. En Simon is een beetje verblind door Pieter, omdat hij weet alles over literatuur en over kunst en over fotografie. En er is iets in die wereld wat Simon zeer aanspreekt ook. Het is een het is heel uitzonderlijk dat die wereld dat hij kennis maakt met die wereld. Mm-hmm. En via Pieter voelt hij dat hij daar wel tot aangetrokken is. Mm-hmm. Maar dan loopt het natuurlijk... Zijn er verwikkelingen en misverstanden? Het is ook een jongen uit een arbeidersgezin. Dat lees je ook wel minder in de literatuur, waar het toch vaak wemelt van middenklasse gezinnen. Enfin, goed, er zijn natuurlijk wel literatuur ook over volksromans. Ja, natuurlijk. Laten we dan niet Roddy Doyle en dergelijke. Maar toch, je leest het toch wel minder op een ook tedere manier, waar hier ook wel, misschien wordt vooral over, dat, ja. Over opgroeien in een arbeidersgezin. Ja. Die moeder die heel zorgend is, maar niet altijd begrijpt ook hoe haar zoon zich tot haar verhoudt, hoe hij wil... Uit dat milieu breken? Nee, dat arbeidersmilieu heb ik geprobeerd om dat op een heel respectvolle manier ook... Ik kom zelf uit zo'n milieu en zeker geen afrekening, ook geen karikaturale uitvergroting of humoristische insteek. Nee, het is heel oprecht dat ik probeer te tonen hoe het is en hoe moeilijk het ook is wanneer voor Simon zijn moeder duidelijk... bijna van een andere wereld is. Ja. En dat die kloof groter wordt. De kloof is zeer groot, maar de liefde is ook zeer groot, voel je.
En de moeder in het boek begrijpt dat ook en beseft dat er woordelijk geen communicatie bijna mogelijk is. Maar dat het ja, bij die vader ligt het wat moeilijker. Bij de vader ligt het wat moeilijker. Daar wringt het meer en dat heeft ook voor een stuk te maken met het feit dat het waarschijnlijk ook geen echt goed huwelijk is. Mm-hmm. Ja. Dus waarschijnlijk komt het daar ook op neer. Ja, ja. Maar toch heb ik ook scènes ingelast waarin je voelt dat die vader het niet verkeerd voor heeft met zijn zoon. Klopt, ja. Maar dat het gewoon een onhandigheid is. Niet weten hoe om te gaan met iemand, met je eigen zoon, van wie je voelt dat hij helemaal anders is. Ja. Het is meer... Had u zelf het gevoel van opgroeiend in een arbeidersgezin, zoals u zegt, van dat u meer moest knokken om uw plek te bemachtigen? Of keek u ook met afgunst naar bijvoorbeeld vrienden in andere milieus of zo? Of was dat niet iets dat speelde? Van milieu niet, maar wel keek ik met een zekere afgunst naar jongens en meisjes die op die leeftijd al zo goed wisten waar ze naartoe wouden. Ja, ja, ja. En je voelde ook dat dat zou lukken. Hmm. Dat stond buiten twijfel. Omdat ze meer hadden meegekregen? Ze hadden meer meegekregen. Ze hadden ouders die ook gestudeerd hadden of iets in de familie, een zaak of weet ik veel wat. En dat lag tamelijk mooi... Uitgestippeld voor hen en ze hoefden enkel nog goed hun best te doen en dan zou het wel lukken. Mm-hmm. Ik had dat niet. En mijn ouders hebben mij daar ook niet kunnen bij helpen. Ja. Wat achteraf bekeken dan misschien weer een voordeel is geweest. Ik bedoel, via mijn weg, die natuurlijk wel kronkelig en moeizaam was, ben ik wel uitgekomen bij de literatuur. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat, mocht ik ouders gehad heb die gestudeerd hadden, dat ik dan waarschijnlijk een academische carrière of wetenschapper zou geworden zijn en dat literatuur misschien niet echt aan de deur zou geklopt hebben. Misschien zat u aan de distilleerkolven zou best mogelijk te sleutelen of zo, of geleerde stukken te schrijven over literatuur. Kan zou ook. Misschien... Ik zou eerder waarschijnlijk een bioloog geweest zijn. Of zo. Ja, ja, ja. Want u hebt eigenlijk ook net als ingenieurstudies daar ben opgegeven. Ik mee begonnen, ja. Ja, bent u begonnen. Dat komt eigenlijk ook in dit boek voor. Nadien hebt u dan de marketingtour opgegaan. En ja, op een of andere manier zijn die elementen natuurlijk in dat boek niet één op één, verre van. Er wordt ook mee gejongleerd eigenlijk. Maar ja, het grappige is ook dat Simon dan in een soort, als een van zijn baantjes die hij dan krijgt, een soort piramidespelverkoper wordt eigenlijk. Ook iets dat je toch wel in de jaren 80... Dat was iets voor de jaren. Meer ziet ook huis aan huis verkoop. Huis aan huis verkoop. Ja, ik herinner mij ook mensen die zo toch met encyclopedieën of zo aan de deur kwamen zeulen en zo. Ja, dat was toen levensverzekeringen die aan huis werden verkocht en er was een... In het boek hebben ze een slinkse manier om dat te doen. Ze zoeken echt naar het vertrouwen bij mensen door telefoonnummers. Want alles was... Ja, er was geen internet, hè. Alles telefonisch. Dus als je het telefoonnummer via iemand kon verkrijgen met een soort aanbeveling, dat was eigenlijk al was iets de voet tussen ook de deur. Wel, natuurlijk, ja. Hè, ja, inderdaad. Zo'n telefoongesprek had inderdaad iets dwingender. En, blokkeren we het nummer direct. De wereld is op dat vlak veranderd. Maar Simon heeft daar... een vriend stelt hem dat voor, hij doet dat. En hij blijkt, omdat hij daar eigenlijk tamelijk onverschillig over is, heeft daar geen ambitie in. Mm-hmm. En dat blijkt net de goede benadering te zijn. En hij is zeer succesvol daarin. Omdat het hem eigenlijk niet raakt... wat mensen beslissen. Ja. Hoe groot het contract wordt dat ze afsluiten of wat dan ook. Heel bedreven, hè? Ja. En blijkt dat hij daar een succes in is. Maar tot zijn verbazing ook een beetje. Hij voelt natuurlijk dat niet zijn leven zal worden. Maar, U was zelf een tijd lang marmerverkoper. Ja, dat is een heel intrigerend beroep tegelijkertijd. Van wat moet ik daar bij voorstellen? Bij een zware marmer. Tas. Dus een zware tas met stalen van marmer eigenlijk. Ja, met marmerproducten. Ik heb dat gedaan in het begin, eind jaren 80, begin jaren 90. En dat was de periode. En ik bezocht Engelse architecten. Liverpool, Manchester, Londen. En
Dat was de periode van de opkomst van de shoppingmalls in Engeland. Ja. Dus er werden gigantische shoppingmalls gebouwd. En daar moest een vloer, in en die wanden moesten bekleed worden. En ik werkte voor een Belgische firma die een nieuwe techniek ontwikkeld had om hevels te bekleden, mm-hmm, op een makkelijke manier. Dus dat was een hele goede periode om, mm-hmm, om architecten te bezoeken. Ja. Ja, er waren ook grote oppervlakten. Dat waren onmiddellijk grote oppervlakten. Dus als je dan gekoord had. Voor de hele duidelijkheid en voor de precisie, ik verkocht eigenlijk geen marmer. Ik prees marmer aan bij architecten. Ja. Architecten, als ze dat wilden of als ze dat beslisten, namen dat op in hun bestek. Mm-hmm. En toen kocht de aannemer. Ja, voilà. Ik was eigenlijk een beetje tussenpersoon. Ik was een soort consultant. Of een wegbereider. Maar ik was daar natuurlijk wel, ik was daar zeer ongelukkig in. Ja, ik snapte wel na een half jaar, dit kan onmogelijk mijn leven worden. Mm-hmm. Maar ja, wat had ik te klagen? Alles werd betaald door het bedrijf. Ik was relatief jong, 21, 22 jaar, en ik had geen enkele kost. Ik verdiende alleen maar. Ja. Dus voor mijn ouders, die een hele leven in de fabriek werkten, was dat toch een schok wanneer ik op een dag zei van... Ik ga die job opzeggen, ik ga schrijven. Ja. Daar konden ze zich werkelijk niets bij voorstellen. Nee. Wat dat zou betekenen. Je hebt het al vaker wel verteld, die aha-erlevenis met Willem-Frederik Hermans. Ja. Maar goed, had u dan voordien niet alles op school of zo in aanraking gekomen met de literatuur? Of waarom dan specifiek? De literatuur, dat is bijna een beetje een mythologisch verhaal bijna. Wel, ja, dat klinkt zo, maar het was werkelijk een aha-erlevenis. Mm-hmm. Dus dat zegt voldoende. Ja. Ik was totaal... Ja, het zegt natuurlijk ook iets over uw vasthoudendheid, dat u dat op dat moment in uw hoofd haalde en dan eigenlijk heel consequent uw schrijverschap hebt uitgewerkt, hè, met toch intussen 12 boeken. Met veel geduld, inderdaad. En dat toont ook hoe wanhopig ik was. Op dat moment. Want ik zat echt aan de grond. Ik bedoel, mm-hmm, in die job. Ik voelde mij dood en doodongelukkig. Mm-hmm. En toen was plots de literatuur daar, dat fantastische boek, De Donkere Kamer van Damocles. En dat was voor mij bijna letterlijk de nooduitgang. Maar ik heb wel mijn hele leven en functie dan ingericht naar literatuur en ik ben dan verhuisd. Ik heb een part-time job aangenomen, mm-hmm, zodanig dat ik mij volledig kon focussen op lezen, want ik had nog een serieuze leesachterstand. Ja, ja. En lezen en schrijven. Dus ik moest alles nog ontdekken, moest alles nog leren. En ik heb 5-6 jaar in stilte niks anders gedaan dan dat. Ja, u bent ook een schrijver die eigenlijk langzaam tot de ontbolstering is gekomen, zoals dat heet. Dat is zo'n gek woord natuurlijk, ontbolstering. Maar uw eerste romans verschenen ook bij Veen bijvoorbeeld. Niet zo opgemerkt, de code. Die boeken zag je wel opduiken, maar het was toch eerder voor de liefhebbers, bij wijze van spreken. En er was ook wel eens wat wisselende kritieken en zo, maar dan... Ja, dan met de bewaker is alles dan toch een beetje in een stroomversnelling gekomen. Ja. Langzaamaan. En natuurlijk zeker ook met Postmortem, die ACO-prijs. Maar ook dat, misschien is het wel op een of andere manier ook wel aangenaam voor een auteur dat het dan allemaal een beetje trager gaat. Ja, kijk, iedereen die begint... Want je ziet ook debutanten die dan overdonderd worden. Als je debuteert, droom je natuurlijk dat onmiddellijk 200.000 mensen je boek gaan kopen. Mm-hmm. Maar als dat niet zo is, is dat niet zo erg. Ik moet ook zeggen, ik ben gedebuteerd in jaren hoogconjunctuur in de literatuur. Inderdaad. Waar het een schrijver, een jonge schrijver, Petrie, toegestaan was om 3-4 boeken te publiceren zonder dat de uitgeverij daar winst op maakte. Ja, ja. Dat is letterlijk wat mij verteld werd, mm-hmm, bij Veen. Hey, je mag debuteren bij ons. Geen probleem, neem rustig de tijd, ontwikkel jezelf en we volgen je. Nu is dat voorbij, die tijden zijn echt voorbij. Heb je het gevoel dat er meer druk ligt op debutanten? Absoluut. Ik betwijfel als mijn debuut zou verschenen zijn nu.
Ik betwijfel dat heel erg. Mm-hmm. Maar enfin, het was inderdaad een beetje een trage start. L.J. Veen, voor mij was dat een... klonk als een bel, maar ja, voor het grote publiek, en zeker in Vlaanderen, was dat een totaal onbekende naam. Dat is een uitgeverij die voornamelijk dode schrijvers publiceert. Ja, ja. Maar goed... En nu geeft ze eigenlijk nog enkel klassiekers. Enkel nog klassiekers, ja. Maar toen zat Gerard Reven in het fonds. Johan Tierens heeft daar rond die tijd zijn brilboek gepubliceerd. Ja. Dus ik voelde me... Dat was geen slechte plek, maar... Na twee boeken wist ik van, dit is misschien een doodlopend straatje. Ja, en toen ben ik bij de arbeiderspers. Ben ik bij de arbeiderspers terechtgekomen, ja. Maar ik moet wel zeggen, sinds die overstap naar de arbeiderspers heb ik wel onmiddellijk een heel groot verschil gevoeld. Mm-hmm. Vooral in Nederland. In Nederland is Blanco is onmiddellijk opgepikt en is zeer goed besproken geweest. De Vlaamse pers daarentegen was, bleef een beetje achter, was wat kritischer. Was wat kritischer. Ik herinner mij dat nog. Ja, ik ook. Maar in het C-Handelsblad verscheen onmiddellijk op de voorpagina hoe bestaat het dat wij deze Belg niet kennen. Onmiddellijk, en tot op de dag van vandaag, moet ik zeggen, is de verhouding altijd positiever in Nederland. Mm. Daar word ik toch... Ja. Maar natuurlijk, uw stijl zit daar misschien ook wel voor iets tussen, in de zin dat u toch wel kaal, uitgepuurd, ook hier eigenlijk wel heel uitgezuiverd. Uitgezuiverd klinkt zo een beetje oneerbiedig. Maar ik noem het graag gestileerd. Gestileerd, ja. maar wel sober. Toch atmosferisch. Ja. Je bent geen bloemrijk schrijver, absoluut niet. Hè? Nee, in die zin pas ik niet in een bepaalde Vlaamse traditie. Nee. En ik heb het daar een gegeven moment wel wat moeilijk mee gehad, hè, omdat dat niet erkend werd. Dat een stylist nog altijd een beetje verkeerdelijk... Er zit ook wel al wat evolutie in, toch? Daar zit wel natuurlijk. Nee, absoluut. Maar er is een periode geweest dat in Vlaanderen een stylist eigenlijk synoniem stond voor iemand die heel bloemrijk schreef, barok schreef, terwijl dat helemaal de verkeerde invulling van een stylist. Ja, kijk naar iemand als Patrick Modiano, die ook met heel weinig woorden... Dat is een stylist, maar dat is geen bloemrijk schrijver. Maar enfin, dus die discussie, ik heb me altijd op dat vlak ook een beetje een buitenstaander gevoeld. Het was niet altijd leuk, maar intussen voel ik mij wel... Ja, heb ik mijn kamer in het huis van de literatuur gevonden en voel ik mij daar eigenlijk wel heel goed. Ja, je moet zich niet meer verantwoorden daarover. Nee, dat is het. Die last is verdwenen, ja. Ja. En als u dan kijkt, u zei daarnet van het was hoogconjunctuur toen ik debuteerde. En als je dan kijkt naar die generatiegenoten hoe die zich ontwikkeld hebben, hoe kijk je daar dan naar mensen als Vekeman, Dimitri Verhulst eigenlijk? Ik vind het fascinerend hoor, want we zijn toen door een criticus de dertigers genoemd, omdat we toen allemaal in de dertig waren. We zijn nu stilaan allemaal vijftigers. En ik moet zeggen, veel van die namen blijven nog altijd goed... schrijven en blijven publiceren en zijn nog zeer actief. Dus het is wel een goede generatie geweest op dat vlak. Mm. Ja, want je ziet eigenlijk nu minder, je ziet in Nederland veel debutanten, maar bij ons zie je toch minder debutanten. Nee, af en toe is er zo één, is een naam, maar er is geen zo. Dat was echt eind jaren 90. Ik ben gedebuteerd in 98. En toen had je Erwin Mortier, Christophe Fekeman, Bart Kuba, noem maar op. Inderdaad. Stefan Breijs, Margot van der Straat. Saskia de Koster, allemaal namen die er nog zijn. Dat is een hele interessante generatie, toch? Ja. Als we eens terugkeren naar je zei dat net in die stijl, als we terugkeren naar Al het Blauw. Ja, wat opvalt ook in die stijl is dat we eigenlijk op één pagina soms in het hoofd van andere personages verschuiven. Het is ook geschreven in... korte fragmenten, korte, een beetje die ook wel iets stuwend zorgen aan het boek, vind ik. Het is inderdaad, er zit een stuwing in en dat komt door... Ja, ik heb die paragrafen... Het zijn losse paragrafen eigenlijk. Het boek is samengesteld allemaal uit losse paragrafen en die op zich soms ook afgeronde deeltjes zijn. Soms verhaaltjes op zich. Ja, of soms een inzoomen op een bepaald detail. Dat schonk mij de gelegenheid om heel gevarieerd te schrijven. En inderdaad, om ook snel van standpunt te wisselen. Mm-hmm. Van personage bedoel ik, in een bepaalde scène.
dat maakte echt heel interessant voor mij om dat te doen, om zo te schrijven. En ik denk dat het iets is dat ik nog verder zal blijven gebruiken ook. Het is ook opvallend in die tegenwoordige tijd geschreven. Ja. Waar je denkt van, ja, alsof alles op hetzelfde moment, zelfs de herinneringen, ja, heb je dan in tegenwoordige tijd geschreven. Waarom wou je dat zo doen? Ik heb het ergens in de recensie gelezen, iemand die schreef van, het is alsof Simon en Carla niet willen denken aan toekomst en verleden en zich in het nu willen zijn. En dat klopt wel voor een stuk. Maar dat komt ook bij dat ik vind, als je herinneringen hebt, als iemand een herinnering heeft en die is heel levendig, dan kan die zo levendig zijn dat je ze opnieuw beleeft in het nu. Dat vervaagt, of als je aan iets denkt, dat kan zo levensecht zijn, dat je dat op het moment zelf weer gaat beleven. Die tegenwoordige tijd, dat wordt niet vaak gebruikt in literatuur. Ja, alhoewel, Coetzee doet het voortdurend. Ja. En ik vind dat inderdaad iets, dat krijgt ook iets mysterieus, doordat je ook echt letterlijk bijna voelt dat je alles beleeft op het moment dat de personages het beleven. Dus het element dat je een geschreven tekst leest, valt een beetje, of valt misschien sneller weg, door het gebruik van de tegenwoordige tijd. Omdat anders alles een herinnering is, of iets dat al gebeurd is, dat je nu leest. Dus ik vind het een heel boeiende manier om een verhaal te vertellen. U bent een schrijver die veel met techniek van de roman bezig is. Hoe is dat dan tijdens het lezen van andere auteurs, dat u ook daar... Daar ben ik wel mee bezig, inspiratie, het is niet het juiste woord, maar dat u daar toch kijkt van hoe pakken zij dat aan? Of zit je daar ook soms theoretische teksten over te lezen? Nee, het is meestal dat je ervaart, als je een goed boek aan het lezen bent, dan is bij mij onmiddellijk de vraag daarachter, waarom vind ik dit zo goed? En dat heeft ook... dat heb ik als recensent ook wel. Ja, maar goed. Maar dat heeft ook te maken met hoe wordt het verhaal verteld? Wat heeft de schrijver gedaan om mij zo geboeid te krijgen? Want zoals je weet, alle verhalen zijn en wezen al verteld. En toch... Ja, dit is een liefdesverhaal, een liefdesrelatie. Het is ook niet prankelijk nieuw, hè? Nee. Dat mogen we wel zeggen. En toch, als ik dan zo'n goed boek lees, dan wil ik dat... Dan kan ik me... dan ontleed ik toch, probeer ik toch te zoeken waar het in zit. En ik blijf daardoor geboeid. Ook als ik naar een serie kijk op Netflix of zo, of een film zie... Hoe heeft de regisseur, hoe heeft de scenarist dit bedacht? Hoe heeft hij... Een schrijver die eigenlijk altijd met zijn vak bezig is. Ja, ik ben wel altijd daarmee bezig, Is dat prettig voor je omgeving? Of is dat... Oh, maar ik val er niemand mee lastig. Oké. Het is soms minder prettig, omdat je een goede leeservaring soms wel onderbreekt. Dat je moeilijk helemaal ingepakt kunt worden door een verhaal, omdat je toch altijd wel denkt van, hoe gebeurt dit? Maar ik lees heel graag boeken die op dat vlak dan een raadsel voor mij zijn. Dan kijk ik met bewondering naar zo'n schrijver van, hoe heeft hij het in godsnaam klaargespeeld? Ja, de mechaniek om te ontdekken is wel mooi natuurlijk. Ik vind dat heel boeiend. Leest u ook veel tijdens het schrijven zelf, of is het dan eventjes opzij zetten? Ik probeer wel kieskeurig te zijn. Dus ik let goed op, liever, wat ik dan kies. Fictie. Want ik blijf wel altijd fictie lezen. Ik heb dat... dat is een soort energie of... Ik put daar energie uit een goede roman. En maanden aan een stuk niet... lezen, geen fictie lezen, daar word ik, word ik lastig van. Ja. Ik word daar dan... ik wil iets lezen waar ik door beheesterd word. Dan denk ik van,
kijk hoe goed het werkt, kijk wat fantastisch dat toch literatuur kan zijn. Het is inderdaad een groot geloof in de roman en in de verhaalkunst toch nog wel heerst bij u. Ja, dat is het eigenlijk. Ik heb een groot geloof, ik ben een gelovig mens. Ja, ja dat klopt. Dat is helemaal waar. Maar tegelijkertijd hoor je nu inderdaad, je stipt het daar zelf al aan, van Netflix overvleugelt eigenlijk, is ook weer andere manieren van verteld. Goed, daar worden ook soms inventieve manieren. Maar waar zit dan de meerwaarde van de roman tegenover het beeld? Maar ik vind heel veel series op Netflix vind ik veel te langdradig. Ja, vind ik veel te uitgesponnen. Het is precies alsof, omdat Netflix nu zo boomt, dat regisseurs of scenaristen soms moeilijk hebben om 10 episodes vol te krijgen. Mm-hmm. Je voelt zo dat er aan gesleurd wordt. Je hebt ook wel van die miniseries van 10, 12 minuutjes, dan soms heel kort lijkt. Ja. Tegelijkertijd. Maar... Nee, maar ik hou wel meer van de kortere. Ik hou nog meest van al van de speelfilm, altijd. Ja, ja, ja. Dat is toch wel mijn grootste inspiratiebron naast de literatuur. Nu je er toch zelf over begint, stond hier op mijn vragenlijstje natuurlijk van, er zit zeker iets filmisch in Al het Blauw, maar ook in andere van uw boeken. Dus je hebt al aangestipt van een regisseur als François Ozon ook wel, maar bijvoorbeeld ook die beroemde film La Piscine. Ja, daar moet je wel een beetje aan denken natuurlijk, aan die zwembadfeer, maar goed... Dat is niet een ook hier niet één op één, maar zo'n beetje die atmosfeer die je er toch wel instopt, dat filmische. Ja, hoe werkt dat ook? Hoe past die films aan? Ik hou inderdaad enorm van Ozon. Ik hou van regisseurs die van bij het begin een heel eigen wereld oproepen eigenlijk. Want dat is het. Ze roepen van bij het begin iets op dat boeit omdat het net iets anders is dan onze dagelijkse realiteit van op de straat. Ja, ja. Ik heb het ook met Tarkovsky. Ik heb de voorbije jaren een deel van zijn films zijn digitaal gerestaureerd, denk ik. En die zijn vertoond geweest. In Gent was dat in de Sphinx. En ik ben ze allemaal gaan zien en daar is het nog veel sterker. Omdat Tarkovsky met bijna niks aan spectaculaire middelen, techniek of wat dan ook, eigenlijk heel bazaal, toch een bijna een parallele wereld oproept. En die drijft op sfeer en op lichte vervreemding en ook op poëzie, op lyrische landschappen. Hij leert ons weer kijken. Als je een film als Stalker bekijkt. Hij leert je weer kijken naar natuur, naar groen, naar schoonheid, naar stromend water. Zo van die hele simpele dingen die we vergeten. En daar hou ik ontzettend van. Dan probeer ik ook die details, het kleine, uitvergroten. Dat is ook iets wat ik in Al het Blauw bijvoorbeeld doe. Ja, er is ook wel die fotografische blik, filmisch fotografisch. Ja, dat leunt natuurlijk wel op elkaar aan. Je bent zelf ook veel intenser bezig aan het worden met fotografie. Je gaat veel op pad. Hè. Je hebt ook al gezegd van tijdens die lockdown toch de auto nemen. En ik las ook in een interview, denk ik vandaag in Knak of zo, waarin stond dat je soms wel eens argwanend bekijkt. Die man daar aan het uitvoeren. Ja, dat heb je natuurlijk als je zo van in die buitenwijken terechtkomt. Hoe zou je je eigen fotografie, of welke kant wil je daarmee uit? Hoe zou je je eigen fotografie beschrijven? Welke kant wil je daarmee uit eigenlijk? Wel, ik ben nu een jaar of 4, 5 aan het fotograferen. En ook daar is het toch een zoektocht geweest. Van wat wil ik eigenlijk? En in het begin... kijk je naar de voor de hand liggende namen. Ik ben vooral geïnteresseerd in straatfotografie. Dus dan kijk je naar Cartier-Bresson en dan kijk je naar een Winogrand. Ja. Naar de grote iconen van de Amerikaanse straatfotografie. Maar dan merk je snel dat ook niet helemaal
jouw ding is. En je leert gaandeweg, je leert al fotograferend. En nu ben ik toch meer mijn eigen stijl te aanvaarden eigenlijk. Ja, ook dat is daar misschien moet je onderuit komen onder de grote voorbeelden, ja, hè, zoals bij in de literatuur met Hermans. Ja, je moet daar toch onderuit komen. Je moet je eigen stem gaan herkennen en ook gewoon erkennen en aanvaarden dat jij nu eenmaal dat soort foto's interessant vindt. Want het is altijd een confrontatie. Ja, ja. Je neemt een foto en je kijkt naar je portfolio en je denkt van, waarom heb ik dit gefotografeerd? Ja, en dat is een boeiende zoektocht. Maar goed, ook erkennen misschien dat er een beïnvloeding is. Of dat er een afzetten is tegen bepaalde voorbeelden. Maar ik werk eigenlijk altijd vrij. Ik werk niet in projecten. Ik ga niet op zoek naar treinstations of... Nee, niet thematisch van iets. Nee, ik loop ergens en ik laat mij verrassen. Dat is het eigenlijk. Het is een soort... Toeval. Het is Henry Wessel, een fantastische fotograaf die onlangs gestorven is, die zei van, fotograferen is ja zeggen tegen de wereld. Je ziet iets en je zegt ja. En dat is het ook. Je ziet iets en je bent gefascineerd. En je kunt het niet ontleden op het moment zelf, maar je moet wel die foto dan nemen. Ja. Want anders is het voorbij. Als je het begint te ontleden, dan is dat eerste moment voorbij. En het gaat om dat eerste moment. Dus voor mij is het ook een bevrijding. Een bevrijding. Het is een aangename manier van werken, omdat het anders dan literatuur nog meer op instinct drijft. En dat je die hersenen wat kunt uitschakelen. Dat je niet voortdurend hoeft na te denken. Ja, ja. Is het ook geen idee om dan misschien in de toekomst iets te doen samen met teksten van u en beelden? Of ben je daar ook mee bezig? Of zo? Een beetje te zeer in de werkkamer komen gluren? Ik heb daar wel ideeën over. Het is natuurlijk al eerder gebeurd, maar het is nog nooit eerder gebeurd door dezelfde persoon. Versta je? Het is al wel al geweest dat poëzie bijvoorbeeld gekoppeld geweest is aan de foto's van iemand. Maar het is nog nooit zo geweest dat de schrijver en de fotograaf of zelden dezelfde persoon zijn. Dus dat wil ik wel onderzoeken wat er daar... Er zijn in de Franse literatuur wel een aantal voorbeelden. Hè? Iemand als Jacques Roubaud bijvoorbeeld, heeft zo'n dichter ook die... Maar goed, en Rudy Kausbroek heeft bijvoorbeeld foto's gecommentarieerd ook, maar niet zijn eigen foto's. En die fotosynthesis, dat is ook wel intrigerend bijvoorbeeld. Ja, je hebt wel... Ja, Hermans heeft ook gefotografeerd. Hermans heeft ook gefotografeerd, ja. Maar ik denk dat Hermans iets meer gefascineerd was door de techniek. Ja, inderdaad. Apparaten. Je zag dat met zijn schrijfmachines ook. Hij was gefascineerd door de techniek van zoiets. En zijn foto's zelf... Ze gaan niet de geschiedenis aangaan als soort fotografie. De manier waarop ik fotografeer, ik bouw eigenlijk tegelijk aan een portfolio waar ik heel veel thema's intussen begin te herkennen. Versta je? Dus ik werk niet thematisch of projectmatig, maar als ik lang genoeg fotografeer, kunnen er toch bijna projecten tevoorschijn komen. Bepaalde thema's die terugkomen. Bijvoorbeeld Lee Friedlander was ook zo'n fotograaf die heel zijn leven bijvoorbeeld standbeelden heeft gefotografeerd. Niet 2 maanden achter elkaar overal standbeelden fotograferen, maar heeft het wel blijven doen. En daar is dan ook wel een boek uitgekomen. Mm-hmm. Dus ik ben nog aan het zoeken wat het interessantst voor mij is om te debuteren als fotograaf, zeg maar. Ja, er is tijd voor, hè. U hebt ook een aantal nieuwe boeken al onder de hand, hebt u verteld in een interview. Hoe belangrijk is het om ook als schrijver zo die zaken al in het vizier te hebben? Wel, dat is heel aangenaam. Het gebeurt niet vaak. Het is niet altijd zo dat ik bij het beëindigen van een boek al weet wat het volgende zal worden. Maar nu, met corona, ik was eigenlijk al in april vorig jaar klaar met het boek. Dus er was wel wat tijd tussen... dat ik natuurlijk blijf nadenken en ik had intussen wel 2 boeken die zich aandienden en die ik wil gaan schrijven. Dus ik ben nu bezig aan een soort roman in hoofdstukken die apart gelezen kunnen worden. Je zou kunnen zeggen, dat is een verhalenbundel. Dat is het natuurlijk ook,
Maar het is toch mijn bedoeling om het karakter van een roman te geven. Mm-hmm. En te onderzoeken hoe dat mogelijk is, hoe ik dat kan doen, eigenlijk. Meer experiment weer opzoeken? Het is iets meer experiment, ja. Maar de verhalen op zich zullen echt lezen als hoofdstukken uit een roman. Ja, ja. Dat kreeg je ook te horen bijvoorbeeld bij Yuka, dat ook iets anders werd ontvangen dan Van Al het Blauw en Patricia, dat misschien iets toegankelijk. De compositie was iets complexer in Yuka. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk twee grote verhalen die naast elkaar lopen en maar heel miniem elkaar raken. En sommige mensen vonden dat moeilijker. Maar dat kan, hè. Ik bedoel, dat is... Ik bedoel, ik schrijf wat ik denk dat ik moet schrijven en het publiek heeft daar een mening laat, over. Laat u dus... Komt dat nog hard aan, negatieve recensies of commentaar of zo? Of bent u daar minder... Het is... van de wijs door te brengen, laat me zo zeggen, als jonge schrijver, dat dan misschien... Ja, dat is natuurlijk minder. Het is minder, maar het is wel een periode. Kijk, als je meer dan twee jaar aan een boek werkt en je steekt daar je ziel in. En de uitgeverij gelooft daarin. Het is een kwetsbaar boek. Is het een nerveuze periode? Ja, daar wou ik naartoe. Ja. Het is een nerveuze periode. Ik slaap ook slecht. Stilaan is dat voorbij. Gelukkig, maar dat zijn zo 5-6 weken de aanloop en dan de eerste recensies en zo en interviews. Dat is zo heel nerveus inderdaad. Je wordt 's nachts wel, je slaapt niet goed. Mm-hmm. Maar dat is niet, dat zijn geen zorgen. Nee. Ik maak me daar geen zorgen in. Maar ja, het verkeert om gezonde ambitie te hebben als schrijver. Tuurlijk. Voilà. En je wil als schrijver ook dat je je weet dat je kindje heel kwetsbaar is. Maar je wil het natuurlijk een goede... je wil het goed in de wereld sturen. En je wilt dan ook dat de mensen dat kindje met een beetje zorg behandelen. En als er dan brute opmerkingen zijn, dat doet wel een beetje pijn. Dat ze van, is dat nodig? Maar fijn, eenmaal die periode voorbij is, kun je dat ook weer een plaats geven enzovoort. Maar wil je dat iedereen zegt. Je merkt natuurlijk wel meer dat de auteurs soms gaan repliceren op recensenten. Wat misschien... Vroeger wat minder gebeurde, maar ik denk nu aan Lise Spit bijvoorbeeld, die ook via haar vriend Rob van Essen eigenlijk repliceerde op een aantal minder goede recensies. Dat lijkt mij toch ook een vreemd idee. Dat is niet iets wat ik onmiddellijk zou doen. Nee, dat zou ik niet onmiddellijk doen, maar ik begrijp het wel. Het is Rob van Essen die in zijn blog gereageerd heeft op een tendens in recensies, waarvan die van Lise een goed voorbeeld was. Mm-hmm. Dat is een andere zaak. Dat heeft meer iets essayerends. En waarom zou een schrijver niet mogen reageren? Ik bedoel, dat lijkt mij... Maar ik probeer toch die afstand een beetje te houden. Wat natuurlijk ook moeilijk is. Want de literaire wereld is ook geen grote wereld. Je kent wel mensen, je kent ook recensenten. Het is altijd heel delicaat om die verhoudingen. Maar ik probeer daar zo... Ik probeer daarom ook zoveel mogelijk uit de pers te blijven als over mijn boek gaat. Nee, dat is gaat. Wel. Versta je? Dus ik wil daar geen... We lezen je niet als columnist. Je hebt dat nog gedaan, een aantal jaar. Maar je gaat zich ook weinig mengen in het maatschappelijke debat. U hebt daar wel meningen over wellicht, maar je houdt ze liever voor zich. Maar kijk, het is zo. Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid energie als hij 's morgens opstaat. Oh, hè. Een bepaalde concentratie dat hij kan investeren in iets. Mm-hmm. En ik heb gewoon beslist om dat te investeren in mijn schrijven en mijn fotografie. Ja. En ik begrijp wel dat... Andere mensen hebben een andere aard. Ja. Collega's, schrijvers... Jeroen Olieslagers, die al heel actief is. Bij uitstek. Die is zeer actief. En ik zie soms ook op Facebook op één dag 3-4 sterke meningen waar dan ook nog op gereageerd moet worden enzovoort.
ik zou uitgeput zijn om 12 uur 's middags, weet je wel. Ja. Dus ik kan dat fijner niet. Om een foto op Instagram te plaatsen. Ja, ik wil dat liever... Ik neem dat die beslissing. Maar dat is de aard van het beestje natuurlijk. Tuurlijk, dat is zo. Maakt de literatuur ook zo boeiend. Hè? Ja. Dat er al die verschillende karakters in opduiken. Wat wel opvalt toch... ik haalde het in het begin van het gesprek al aan. Dat ligt die lucht in die boeken. Je zou kunnen zeggen dat uw boeken ook wel wat gevoeliger toch zijn geworden misschien. En dat u niet in de zin van sentimenteel, helemaal nee, niet. Nee. Maar wel een zekere sensibiliteit. Er zit een grotere kwetsbaarheid, denk ik. Ja. Kwetsbaarheid, ik durf dat nu misschien meer dan vroeger. Kijk, ik ben dit najaar, zal het precies 30 jaar zijn, dat ik die beslissing genomen heb om te schrijven. Ja, en in 30 jaar verandert een mens natuurlijk ook. Je maakt van alles mee in je persoonlijk leven. Ja. Je hebt ervaring met vorig werk. Ja. Dus ook in je oeuvre maak je een evolutie door. En dat maakt dat ik nu inderdaad toch echt niet meer de schrijver ben die Blanco geschreven heeft. Nee. Er zit wat meer gevoeligheid, kwetsbaarheid. Ik laat het meer toe of ik kan het meer een plaats geven in mijn verhaal. Vroeger was ik misschien iets stugger, orthodoxer in de leer. En nu durf ik wat vrijer te schrijven eigenlijk ook. In de leer? Welke leer was dat dan? Dat was de leer van Hermans, denk ik. Ja, er mag geen mus van het dak vallen zonder dat het betekenis geeft. Ja. En, sinds een paar boeken vallen er geregeld wel eens mussen van het dak die verder niet verklaard worden, maar dat het enkel is om te beschrijven hoe die mus van het dak valt. Kunt u zelf meer vrijheid? Ja, dat durf ik wel. Ik schrijf nog altijd geen freewheelende verhalen, maar ik laat het wel meer toe. Ik ben ook nu meer geïnspireerd door mensen als Salter. En ik vind James Salter, als wat hij met de roman gedaan heeft, is iets heel boeiends. Mm-hmm. Heel unieks. Er is echt werkelijk niemand die roman schrijft zoals Salter. Maar het werkt. Het zijn boeiende boeken. En dat boeit mij dan weer. Hoe dat kan. Dan hebben we weer dat kijken naar andermans vak natuurlijk. Ja, en ik leer daaruit en ik probeer die dingen aan te wenden om nog meer mijn eigen verhalen nog beter te kunnen vertellen. Mm-hmm. Om nog een beter verteller te worden, eigenlijk. Hoe zit het met die thema's die terugkeren in uw boeken, eigenlijk? En je ziet daar dan toch zo dat zoeken van die personages naar een identiteit. Hebt u ook zelf al aangestipt, natuurlijk, dat een belangrijk thema is. Je giet dat toch wel in heel uiteenlopende soort verhalen ook. Ja, Monte Carlo is het toch wel een heel ander boek dan ook bedrieglijk dun eigenlijk, maar toch, er zit heel veel in. Hè. Het is iets dat ik pas later eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat ik nu pas begin vast te stellen. Mm-hmm. Dat ik begin altijd vanuit personages en vanuit een verhaal. Maar natuurlijk, dat verhaal komt ook altijd uit mij. Dus dat betekent dat er zal altijd iets wel gemeenschappelijks in zitten. En dat overkoepelende heb ik nu vastgesteld, zeker na Patricia, is die identiteit. Mm-hmm. Al mijn personages hebben op een of andere manier te kampen met het probleem van wie ben ik. Soms is dat demografisch. Hè. Bedoel, zoals Monte Carlo, hè, die eenvoudige mechanicien uit een dorp, ook uit een arbeidersmilieu, die door iets wat hij doet, instinctief het leven redt van een filmster en eigenlijk zou kunnen gecatapulteerd worden. In die mondaine wereld. In die mondaine wereld. En daar ergens naar verlangt, omdat hij dat ergens ook verdient door wat hij gedaan heeft, maar toch ook ergens bang voor is. Ik heb heel vaak personages die ergens tussen vallen, die ergens niet echt bijhoren en daarmee worstelen. Ja, een beetje buitenstaanders. Ja. U beschreef het ook van ik ben, je bent ook als schrijver een voyeur eigenlijk eerder, hè, dan iemand die... Ja, Twijfelende personages ook wel, eigenlijk. Dat zijn de boeiende personages. Hè? Ik bedoel, het is iets eenvoudiger om een doordouwer, om
Mm-hmm. Iemand die, zoals Harry en de bewaker, Harry en Michel, die twee bewakers in die kelderverdieping. Harry is recht door zee, het is heel eenvoudig. Michel is natuurlijk veel boeiender om te volgen, omdat hij twijfelt aan wie hij is. Is hij wel een bewaker? Moet hij het pad volgen van Harry? Mm-hmm. Of niet? En hoe word je een goede bewaker? Dus dat is, als schrijver is dat natuurlijk veel fascinerender en veel rijker dan... Ja. Ik hoorde ook dat de bewaker, een aantal van uw boeken worden goed vertaald, worden in het buitenland terecht, ook in Italiaans, dat men dat boek nu ook zo'n beetje in lockdown-tijden wel interessant vindt, vanwege het thema. Het is een groot toeval. Het stond al gepland om te verschijnen voor de pandemie. Maar het is dus verschenen nu, onlangs, een kleine maand geleden. En het wordt daar prachtig ontvangen. Als zijnde de corona-roman bij uitstek. Corona-hit. Dus dat is fascinerend. Maar dat komt een beetje omdat je, vind ik, in literatuur moet er wat ruimte gelaten worden voor de lezer. En moet het verhaal altijd... Zelfs al is het een heel concreet verhaal, iets allegorisch bezitten in de kern. Ja. En de bewaker heeft dat natuurlijk misschien van al mijn romans bij uitstek. En daarom dat het zo aanslaat. Ja. Misschien nog een slotvraag, want we moeten toch stilaan afronden, Peter. Die verhouding met dat autobiografische, dat zit natuurlijk hier ook in, maar dat zat in Postmortem. Ook heel sterk, hè, waar eigenlijk heel veel gespeeld wordt ook met die... Ja, dan is er een biograaf en een schrijver, de ontdubbelingen van de schrijver. Hier zit dat ook wel in natuurlijk. Hè. Je put uit je eigen jeugd, uit die jaren 80. Maar toch altijd met een serieuze twist natuurlijk. Waardoor we eigenlijk ook een beetje op allerlei dwaalsporen gezet worden. Logisch natuurlijk, maar... Ja. Maar nee, ik schrijf... In wezen schrijf ik niet autobiografisch. Nee, voilà. Ja. Daar komt het op neer. Wat ik doe en wat alle schrijvers van fictie doen, is... je neemt bepaalde elementen uit je leven. Die komen terecht in je boek. Die gebruik je als grondstof. Waarom? Omdat het iets heel belangrijks was voor jou. Mm. En dat neem je mee. Dat wil je niet één op één, maar... Je wil daarover schrijven, omdat het je boeit, omdat het je fascineert. En ik schrijf niet autobiografisch, maar toch zijn al mijn boeken eigenlijk zeer persoonlijk. Want het zijn telkens thema's die ook mij bezighouden. En dat is het verschil dat ik toch wil maken tussen autobiografisch en persoonlijk. Ja, want je hebt nu wel veel memoirs en echt boeken die zo overduidelijk autobiografisch zijn. Dat men dat ook niet verstopt eigenlijk. Hè. Nee. Maar dat vind ik niet... Voor mezelf vind ik dat niet boeiend. Er zijn ook sterke memoirs natuurlijk. Absoluut. Daar niet van, maar toch. Ja. Mijn leven is, in mijn opinie, niet boeiend genoeg. Hmm. Er zijn bepaalde aspecten boeiend. En die maak ik dan graag tot een roman. Maar... puur één op één autobiografisch. De Postmortem kwam het dichtst in de buurt, omdat ik daar ook iets heel ergs meemaakte in mijn eigen persoonlijk leven, waar ik niet omheen kon. Zelfs in die mate niet dat ik René opnieuw opgevoerd heb in Yucca, mm-hmm. Waar ik mij voorstelde wat haar toekomstig leven zou zijn, hoe zij zou omgaan met haar beperkingen. En misschien gaat hij daar nog op. De kans is groot dat er nog een boek over haar verschijnt, omdat nu zit ik in de fase dat ik midden in haar tienerjaren mij bevind. En dat is ook heel fascinerend wat er dan gebeurt met haar. Het zou kunnen, maar één op één zal ik het waarschijnlijk niet doen. Het zal misschien een andere vorm aannemen. Ja. Peter, bedankt voor dit gesprek, maar misschien... Toch nog als afsluiting lijkt het mooi om misschien iets kort voor te lezen uit het boek, als u dat nog ziet zitten. Een kort fragmentje waarin we toch iets van de atmosfeer van die bijzondere jaren 80 terugvinden. Ik zal u mijn exemplaar ook handigen. Had je iets aan gedachten? Want ik heb er niet aan gedacht.
Ja, we zouden daar natuurlijk veel kunnen op antwoorden. Maar ik laat toch de keuze graag aan u over. Hij begrijpt niet wat ze doet, waar ze naartoe wil. Ze trekt hem van de kruk en ze gaat hem voor naar de glazen deur die vanuit het café naar het zwembad leidt. Ze lopen langs de balie. Het plafond van de open ruimte met kleedhokjes wordt zwak verlicht door twee nachtlampen in de verste hoeken. Ze heeft zijn hand vast, kijkt niet om. Het schijnsel van de lampen reikt niet eens tot hun voeten. Het voelt als een soort kelderverdieping, een duister doolhof van gangen, deuren, hokjes. In de vlakke chloorlucht valt haar parfum op. Of is het de geur van haar glanzende zwarte haar? Ze komen bij een andere balie, waar de kleerhangers met de kleding van de zwemmers in bewaring worden gegeven. Links is de ingang naar het bad, het licht. Kom, zegt Carla. In de hoge, holle ruimte is hun aanwezigheid hoorbaar. Simon wijst naar de grote ramen, maar Carla zegt dat het bad een stuk hoger ligt dan de parking en de straat. Ze staan aan de rand van het bad. Het licht is feller dan aan de baar. Er lijkt maar een decimeter water in te staan, een half metertje in het diepe. Simon is rustig en opgewonden tegelijk. Hij weet dat hij Carla zal kussen. Hij knippert met zijn ogen naar het water. Hij zou zweren dat het blauw is. Alsjeblieft. Dankjewel, Peter, voor dit gesprek, voor je tijd om naar hier te komen. Het boek Al het Blauw is verschenen, misschien nog even verschenen bij De Bezige Bij. En is uiteraard te koop in de alle lokale en betere boekhandels. Volgende keer zit hier naast mij Max Grijssen. En die is vooral bekend als dichter. En hij heeft nu een roman uit, die eigenlijk deze week of net verschenen is. Een waarschijnlijk toeval, verschenen bij de Arbeiderspers. En daar ga ik volgende keer met hem over praten. Voilà, dat was het voor deze keer. Dank jullie voor jullie aandacht.